Waarden zijn inmiddels halverwege de Tjaarda-bocht en de koploper neemt nu afstand. Koploper begint weg te lopen, pakt zomaar 2-3 lengte. Dat is Florida Transair en die is als eerste in de laatste rechte lijn. Zijn werkgever zit hem achterna, dat is Erwin Bots, maar die komt niet echt dichterbij. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Komt een Krebas-overwinning aan, want Florida Transair is niet meer terug te halen. Florida Transair gaat hem heel makkelijk winnen. Florida Transair, Danny Brouwer is de winnaar. Tweede plek aan de relingzijde is voor Diola P. Derde wordt Fury Boko en vierde Evan Stardust. De voorlopige uitslag in cijfers, dames en heren, is 3-2-7, dan de 8 en dan de 1. 3-2-7-8-1 en de tijd ook voorlopig 1-15-2. Uitslag is officieel, dames en heren. Winnaar is Schoorlepaard nummer 3, Florida Transair, Danny Brouwer. Mooie tijd, 1:15-2. 1:15-2, ondanks een tamelijk zware openingsfase. Dat maakt het denk ik extra bijzonder. Ja, Danny, gefeliciteerd. Wat dacht jij? Als ik de kop maar neem, dan zoek mijn werkgever en mijn broertje het zelf maar uit. Ja, ik rijd natuurlijk voor Bas, van een hele andere trainer. Dan heb ik voor de rest met niemand wat te doen. En zo heb ik ook gereden. Het pakt er fantastisch uit. Even tussendoor, meneer en mevrouw Bijkerk, kom erbij, want ik zie hier prachtige prijzen aankomen. Dat is ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijk, een gouden huwelijk, om precies te zijn. En dat wordt hier groots gevierd op Victoria Park met de hele familie. Ja, dat mag aan Bas denk ik overhandigd worden, want hij vertegenwoordigt Nettle Racing. Dat lijkt me het meest voor de hand liggend. Bas, mooie prijzen namens meneer en mevrouw Bijkerk. Praat er kort bij, Danny. Want je zei tegen mij, je zat even in een vormdipje. Nou, ik heb er weinig van gemerkt, maar je stond een maandje droog. En dat knaagt aan je? Nou, het knaagt niet aan je. Ik was zelf iets te gretig misschien met rijden. En dat merkte ik zelf in de resultaten met Schubert bijvoorbeeld. Als ik daar rustig blijf zitten, dan win ik de koers heel makkelijk. Daar heb ik allemaal van geleerd. En het pakt nou weer goed uit. Ik ben heel blij dat ik voor Bas weer mag rijden. Hij heeft je weer omarmd. Ja, dat was het iets tussen ons en dat hebben we gelukkig weer goed afgehandeld. En ik ben enorm blij dat ik weer dit soort paarden mag rijden voor hem. Ik zal eens even naar Bas lopen. Ja, Bas, jij hebt het talent toch wel nodig? Ja, zeker. Als ik zelf rijd nummer 10 of zo, met Danny hebben we een topnummer. En daar is super mee gereden, heel blij mee. Ja, paard heeft zich waanzinnig ontwikkeld de laatste weken, ten opzichte van Groningen. Ja, op Groningen is Geo's oké, tweede keer kon hij er helemaal niks. Ik denk, dan gaat Tom weer naar Wolveren, meer competitie, maar hij loopt die top. Hij hoort hier thuis op deze baan. Overduidelijk en dat heeft hij bewezen vandaag, want hij klopt goede paarden. We gaan hem zo dadelijk nog even terughalen. Goed, inmiddels is ook Florida Transair, de supersterke winnares, terug hier in de winnaarsring. 4 jaar deze bruine merrie, Muscles Yankee uit Guy Ration Hanover. Gefokt door de familie Redder. Nettle Racing, de eigenaar, en Bas Krebas, de trainer. En die leerlingontheffing is natuurlijk mooi meegenomen, maar hij heeft dan ook nog een man die het... prima uit weet te voeren. Danny Brouwer. En dan gaat hij weer zitten, dames en heren. U kunt in de handen voor de winnaars van koers 5, de Steven en Ea Bijkerk trofee. Hele mooie winnaar, fantastisch nieuw record. Florida Transair, Danny Brouwer. Gevallen. Goeie start van Diola P. Diola P gaat de leiding nemen. Daarachter op plaats 2 en de reling zijn de Floor Petnik. Sander LB gaat terug. In het tweede spoor gaat wel naar voren Florida Transair. En ook Evan Stardust gaat terug. Die gaat door het derde spoor terug naar achteren. Laatste plaats is voor Fantastico Boko. Zo gaan de paarden de eerste bocht door. Leiding daar in handen van Diola P. Buitenzijde komt nu dichterbij en wil de leiding ook wel graag overnemen. Florida Transair. Florida Transair aan de buitenzijde gaat nu naar voren en komt naast de leider. Daarachter op plaats 3 aan de buitenkant. Sander LB heeft nu nog een mooie uitgangspositie. Die uitgangspositie wordt minder als Danny Brouwer erin slaagt om de leiding over te nemen. En dat gaat nu gebeuren. Buitenzijde voordeel nu voor Florida Transair. En die is nu Diola P voorbij. Nu is de eerste paard aan de buitenkant Sander LB. Daarachter aan de relingzijde volgt dan... Het nummer 1, dat is Misha Brouwer met Floor Petnik. En daarachter volgt in het tweede spoor Fury Boko, de favoriet. Het is een mooie positie. Daarachter aan de relingzijde Borca Ling. Twee na laatste is Evan Stardust aan de buitenkant. Voorlaatst aan de relingzijde Dirk Buitenzorg. En laatst aan de buitenkant Fantastico Boko. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in.
Er is wat rust in de koers gekomen. Er gaat wel een deelnemer half naar het derde spoor. Die gaat ook gelijk weer terug. Dat was even Fury Woco. Liet even de neus zien, gaat nu toch weer naar het derde spoor. En Erwin Bot denkt, nu gaan we ook gelijk door naar voren. Daar komt hij aan naar de buitenzijde. Precies onder het toeziend oog van de eigenaren die vandaag aanwezig zijn. Gaat Fury Woco even een tussensprintje plaatsen. En nu wil hij wel graag terug naar binnen, maar dat gaat niet meer. Want er zit Mischa Brouwer met zijn voorbenen. Tenminste niet die van Mischa zelf, maar die van Floor Petnik wel. En dus blijft Fury Woco hangen aan de buitenkant. En nu moet hij wel door. Paarden gaan de rechterbocht door. Leiding is in handen van, Florida Transair. Daarachter in de tweede spoor Sander LB. Derde spoor voor Fury Woco. Koers op maat aan de relingzijde voor Diola P. Ook voor Floor Petnik. En daarachter gaat naar het derde spoor. En ook die gaat naar voren Evan Stardust. Binnendoor probeert dat Borca Ling. Voorlaatste is nu Dirk Buitenzorg. En laatste Fantastico Woco. Maar dan gaan de rechte lijn overzijde door. En dan valt één deelnemer ineens terug. Dat is Floor Petnik. Die heeft het een beetje moeilijk op dit moment. En de paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Leiding daar in handen van Florida Transair. Fury Woco op plaats 2. Diola Peng ligt derde. En de vierde plek daarachter. En die ligt er heel dreigend bij. Is Seven Stardust. En zo gaan ze de laatste bocht in. Galoppade daar van Fantastico Woco. Paarden zijn inmiddels halverwege de Tjada bocht. En de koploper neemt nu afstand. Koploper begint weg te lopen. Pakt zomaar 2-3 lengte. Dat is Florida Transair. En die is als eerste in de laatste rechte lijn. Zijn werkgever zit hem achterna, dat is Erwin Bot, maar die komt niet echt dichterbij. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Komt een Krebas-overwinning aan, want Florida Transair is niet meer terug te halen. Florida Transair gaat hem heel makkelijk winnen. Florida Transair, Danny Brouwer is de winnaar. Tweede plek aan de relingzijde is voor Diola P. Derde wordt Fury Woco en vierde Evan Stardust.